Jongen, waar moet dat naartoe? Welkom bij aflevering 24 van Hunshake. Weer vergokt. Ik denk dat het in het kunstgras ligt. Ze namen ons motorgrazen. Ja, hullies zien er gewend. Anders zou ik het ook niet weten. Je ziet in Emmen ook helemaal geen koeien lopen. Alles is kunstgras. Ging weer erg makkelijk bij hullie. Het leek wel of hullie het systeem speelde waar wij moesten spelen. Met z'n allen verdedigen en aanvallen. Dan hebben we nog de mazzel dat Fortuna en Telstar ook verloren hebben. We lieten het weer mooi liggen. Favoriete spullen, ja, ik weet niet wie ik op me noem. Want het is allemaal brandhout. Calvin Verdonk misschien. Die kon het mooi vertellen in de wedstrijd. Die spullen van Emmen hingen aan zijn lippen. Zo spannend vond hij het. Ik heb Chrisje van der Weerde, Wim Rip, Kees van der Linden en Ruud Brood gebeld. Dat ze niet het eerste sturen. Want die zien kwaad dat ze van Feyenoord verloren hebben voor de beker. Wij zien eigenlijk wel een klein beetje van Feyenoord. Die werken hard, net als onze supporters. Nou, de spelers nog. Hun hebben een haven, de Maas en de Kuip. Wij hebben ook een haven, de Waal en de Tijl. Daar hebben ze in Eindhoven niet. Weet je wat ze wel hebben? Kapotte lampjes en die speur ik voor de donkere kamer. Ik voorspel toch wel dat we donderdag gaan winnen en dat we erop kletsen en niet zo'n slappe hap weer. Dan kunnen we tenminste zonder zorgen weer een keer carnaval vieren en weer zingen. Richten er alle tijden en is de woord kampioen. Nou, fijn dat Van Persie erbij had gehaald, kunnen wij Jantje Peters weer terughalen voor routine. Nou is even wat anders. Vroeger had je Circus Rens op de wedren. Kun je dat nog herinneren? En mijn opa ging zoendig altijd naar Café Het Haantje op de Dordtse weg om een burreltje te drinken. Zit hij daar een keer smiddag, gaat de deur los, komt er een vent binnen met 3 saldo's, een halve schroef en hij zit op de kruk. Doe me een biertje, zei hij. U zult wel raar kieken, zei hij tegen Piet de eigenaar. Maar ik zit in de acrobatengroep van de circus en we zien hem trainen. Mijn broer komt ook zo. En even later komt die broer binnen. 4 salto's, een hele schroef en hij zit naast zijn broer op de kruk. 2 pilsjes. Iedereen in het café kijkt raar op. Ze praten wat over het circus en de deur gaat een half uur later los. Komt de vent binnen, 5 salto's, anderhalve schroef. En die flikkert naast die kruk op de grond. Zet Piet de eigenaar, hoor je ook bij die acrobatengroep? Nee, zet die vent, de mat ligt los bij de deur.